kan worden. En dat is eindeloos. Dus het is een traploze aandrijving. Pinterpookje is dus de meest simpele versnellingsmogelijkheid die maar denkbaar is. Men heeft drie standen. Vooruit voor vooruit. Neutraal om stil te staan. Achteruit voor achteruit. Het leuke van dat hele systeem is ook dat de auto net zo snel achteruit als vooruit kan. Door de eenvoud van de bediening van de DAF werd het publiek wat in de auto kwam eigenlijk niet het meest ideale sportieve publiek. Dat vonden wij wel heel erg. Het image is eigenlijk zo gekomen omdat men eenvoudig examen kon doen in een DAF. En daardoor mensen die het schakelen niet zich eigen konden maken, makkelijk in die DAF terechtkwamen. En om te laten zien dat de auto wel degelijk sportieve mogelijkheden had, is DAF in het rally- en racegebeuren gestapt. We hebben dus van alles gedaan om van dat image af te komen. En dat is wonderwel gelukt. Er werden zelfs rallyclubs opgericht met DAF's die deel gingen nemen. En er is dus heel veel sportief ook gereden met de DAF's. Een voorbeeld daarvan is dus deze wagen. Dat is een Formule 3 racewagen met een variometric systeem daarin. En die is door Brabham ontworpen en is vele jaren succesvol op de circuits in Europa werkzaam geweest. Heeft vele races gewonnen en een geweldige sportieve indruk voor het product achtergelaten. Men kreeg daardoor ook een ander publiek in de auto. Tussen de 60 vrachtwagens staan uiteraard een aantal legeruitvoeringen. Iedereen die in dienst is geweest zal zich deze dikke DAF met zeswielaandrijving kunnen herinneren. Dankzij de door DAF uitgevonden H-aandrijving kon deze krachtpatser door vrijwel elk terrein rijden. Het ontwerp dateert uit 1954, maar er rijden er ongetwijfeld nog honderden van rond. Ja, dat is een hele bijzondere auto. Michelotti was in de jaren 60 de huisstylist van DAF. En in die tijd kreeg hij een verzoek van hoteliers aan de Riviera om voor hun een VIP-auto te maken voor standgebruik. En omdat hij voor DAF aan het werk was, heeft hij op basis van DAF deze prachtige strandwagen ontworpen. Na een aantal jaren is die auto door leuke omstandigheden bij de koninklijke familie terechtgekomen in Porto Ercole, waar zij jarenlang van deze auto gebruik hebben gemaakt. Het is een magnifiek mooi autootje, wat zoals u ziet een prachtig kentekennummer heeft, AA Koninklijke. En hij heet de Willem-Alexander. En naast deze leuke strandwagen staan er in het museum nog meer unieke uitvoeringen en conceptcars van onze vaderlandse trots, de DAF. Het museum is geopend op woensdag en in het weekend en in de zomervakantie iedere dag.